Slamat allemaal! Geweldig leuk dat jij weer kijkt bij een nieuwe aflevering van Coronakaal TV! Geen geld meer voor special effect. We hebben weer een bomvol programma. Vandaar de muzikale bijdragers, Indisch woord van de week, het weersbericht, het komt allemaal voorbij. Maar eerst wil ik jullie hebben over bruine bonen. Maar zo, ik wilde van de week Indische bruine bonensoep maken. Ik kijk op de blik en wat zie ik? De tenminste houdbaar tort. Normaliter, je hebt een datum toch? Bijvoorbeeld 18 april 2021. Maar zo, maar ik kijk op die blik en wat staat daar? Tenminste houdbaar tort. Kijk, ruik en proef naar deze datum. Wat is dat nou weer? Probeer dat maar eens bij durian. Succes! De Chinese bakjes van mijn moeder in de koelkast. Ga maar ruiken. God, je slaat stijl achterover. Net als die keer toen ik die Indische stuntman Jackie Dunnes met de ellebogen coronagroet wilde geven. Hey Jack, apa kabar? Wat? De jeugd heeft de toekomst. In mijn tijd had de jeugd alleen maar giro kwartaal krediet bij de postbank. Standaard 2000 in de rood. Standaard! Het ging niet over hoeveel je nog op je rekening had. Het ging over hoeveel je nog kan opnemen. Is anders. Hey, kan ik even 2000 van je lenen? Ja, je krijgt morgen terug. Ja, ik hoef maar één dag uit de rood. Ja, klopt. Ja, giro kwartaal krediet. Is maar voor één dag. Je krijgt morgen terug. Klopt. Hoezo? Dat zei ik vorige keer ook. Maar ik dwaal, zoals ik al zei, de jeugd heeft de toekomst en zo ook bij de muzikale bijdrage van deze week. En dat is niemand ander dan het muzikale wonderkind Leander. Ik zou zeggen, Leander, take it away! Ja, yeah, Bibi Suryadi, eat your heart out. Met je hand van een pisangblad. Gosong loh. Ik dacht, wie kan mij helpen om de 10.000 volgers te krijgen aan het einde van dit jaar? Dus ik chari chari. En wat blijkt? De leukste en bekendste TikToker van Blanda is een Indo. Een meid die letterlijk elke dag vrolijk is. Het is niemand minder dan Ilse Vrolijk. Selamat siang, Ilse. Selamat siang, Ricky. Ilse. Ricky. Ik heb begrepen, één video van jou op TikTok moest op 2,6 miljoen keer bekeken. Bizar, hè? Wat, toe geweldig. Hoe doe jij dat? Proberen om leuke filmpjes te maken. Check. Goed en duidelijk filmen. Check. En elke dag een filmpje posten. Ja, wait. What? Elke dag een filmpje posten. Elke dag? Ja. Elke dag? Ja, elke dag. Setiap hari? Ja. Ook als je bent jab, hè? Ja. Of geen zin? Ik heb altijd zin. Inspiratieloos? Nooit last van. Lapar? Ben ik 24/7. Gatel? Ook altijd gatel, toch? Is dat niet zwaar werken? Ik vind dit al zwaar werken. Nee hoor, helemaal niet. Ik vind het juist hartstikke leuk. Misschien is korte filmpjes maken niet zo mijn ding. Nee? Wat doe je nu dan? Ah ja. En het Indisch woord van de week is... Boezoek. Kennen we die nog één keer horen? Boezoek. Boezoek, daar heb je hem. En dus niet, ik ga bij mijn tante op Boezoek. Of dat programma op Nederland 1, Boezoek vrouw. Dat is wat anders. Dus hoe dan wel, van mijn espedis, watoe, mijn brood al boezoek. Als ik ga naar de toilet, zit al schimmel op, lo. En dan voor het weersbericht van komende week gaan we naar Oost-Java, panda aan. Ik zou zeggen, oom Bob, wat is de weersverwachting voor de komende 2 weken? Panas. Ja, panas. God, je slaat stijl achterover. Als die keer toen ik de Indische Jackie Dunnes een coronagroet wilde geven met mijn kakkie. Hey Jack, apa kabar? Bye bye. Dit was het weer voor aflevering 9 van Coronakaal TV. Vond je het leuk en heb je genoten? Vergeet dan niet even te sharen en te commenten in de comments hieronder wat je ervan vond. En te taggen met al je vrienden en family. Blijf gezond, stay safe en hou 1,5 meter afstand van elkaar in bed. En dan zie ik jullie weer over 2 weken bij aflevering 10 van Coronakaal TV. Terima kasih banyak voor het kijken en sampai jumpa lagi. Bye bye.